In Eeksterveen is het dorpshuis meer dan een dorpshuis en zijn de inwoners zelfs eigenaar. Het was al jarenlang onze wens om het hele pand in eigendom te hebben. Ja, de particuliere eigenaar kreeg het niet verkocht. En dus hebben we met steun van de gemeente, fondsen, het kunnen doen. Kijk, toen wij het dorpscentrum wilden aankopen als dorp, kwam de gemeente ook bij ons. Uiteindelijk hebben wij natuurlijk zelf als dorp het gekocht en ook alle het werk gedaan. Maar dat was niet mogelijk geweest zonder de samenwerking met de gemeente. Het gevoel dat het echt het pand van ons is als dorp, dat geeft een bepaalde energie, een bepaalde slagkracht. Een zelfontwikkeld ommetje door het dorp laat je de mooiste plekken zien en vertelt je de mooiste verhalen. En het is natuurlijk voor de inwoners om een leuke route te wandelen. Maar het is ook leuk natuurlijk voor mensen die op het terras zitten bij ons dorpscentrum en even een wandelingetje willen doen. In Rolde staat de boerhoorn letterlijk en figuurlijk in de stijgers. Tijd voor nieuwe plannen. We zijn nu druk bezig met de bouw. En als het is opgeleverd in december, dan moet het in januari de huiskamer van Rolde gaan worden. Waar alle activiteiten ook gaan plaatsvinden. Nou, de mooie kans, en dat is even de hoofdmoot die erbij komt, is dat er ook een eerste lijncentrum bij komt. Het gezondheidscentrum. Dus artsen, apotheken, fysiotherapeut, die nu op andere plekken in Rolde zijn, die komen in een apart gebouwdeel er ook bij. Dus ik krijg een hele synergie eigenlijk wel tussen dat soort organisaties. Nou, wel van de samenwerking die in deze periode ontstaan is. In het beginfase, toen ik kwam, was het echt zo, wij, zij, de gemeente, hè, dat was een hele andere partij. En nu zie je dat we heel veel dingen gewoon goed met de gemeente afstemmen. En gewoon ook een deel nu over aan het nemen zijn. En dat moet er straks toe leiden dat de bevolking echt meer ook in de lead is. Om te zeggen van, het is onze boerhoorn en wij geven daar vorm aan. Binnen de hoofdlijnen die de gemeente daar dan voor stelt. Dorpshuizen, multifunctionele centra, multifunctionele accommodaties. Annen weet daar nog iets aan toe te voegen. Een heus MFP, een multifunctioneel plein. Voor ons zien we een gecombineerd speeltuin, beleefplein, ingang tot het sportpark, de sporthal. Het is eigenlijk een plein waar iedereen samenkomt om te sporten, om te bewegen, om te spelen. Een plein als bruisend hart in het sociale, maatschappelijke en sportieve leven van Annen. De gemeente die sprak wel uit, dat willen we wel, maar dan willen we wel het hele dorp dat die erachter staan. Dus zodoende is het hele proces in gang gekomen. Het plein heeft een grote aantrekkingskracht en niet alleen op de inwoners van Annen. Ja, wat staat er bovenaan het verlanglijst? Dat het goed gebruikt zou worden. En dat is eigenlijk in de afgelopen periode, de coronatijd, is het juist heel goed in gebruik genomen, want ja, dit was nog een uitlaatklep waar mensen heen konden. Het dorpshuis heeft ook zijn plek aan het plein. Als ik kijk hier wat in het dorpshuis gebeurt, qua activiteiten, en dan praat ik over zang, muziek, dans, maar ook de vele vergaderingen, dan is het ondenkbaar dat dat allemaal in het dorp kan gebeuren. Dat we heel veel dingen zelf kunnen. We kijken direct niet naar de gemeente of een andere partij of zo waar. We zorgen dat we het zelf voor elkaar kunnen krijgen. En ik vind dat wel iets wat, denk ik wel, misschien wel voor het hele dorp Annen geldt. Of er in de toekomst nog meer functies aan het multifunctionele plein worden toegevoegd? Een van de wensen is bijvoorbeeld een kiss-and-ride zone aan de andere kant van de school. Want halen en brengen van de school levert nog wel eens wat problemen op. Omdat het vrij druk is in de ochtend. Ria Rademaker is coördinator dorpen. Zij ziet alle energie en betrokkenheid en is erbij als het gebeurt. Ja, er zitten best wel verschillen in. Niet alle dorpen zijn hetzelfde. En ze zijn ook op hele verschillende onderwerpen bezig. In sommige dorpen zijn ze heel druk met energie, maar dat speelt in andere dorpen soms helemaal niet. Als mensen beginnen met een idee, dat ze soms wat zoekend zijn van wat kan, wat mag, wat wil de gemeente. En dus dan hebben ze wel vragen en komen ze soms bij mij terecht. Nou, dan denk ik met hun mee, wijs ik hun de weg. En soms komt daar een subsidieverzoek uit, maar ook niet altijd. Ria is trots op de inwoners van Aenhunze. Trots op alles wat inwoners zelf organiseren en regelen. En daar wordt ze blij van. Ik word heel erg blij van mensen die iets willen doen voor hun omgeving, voor andere mensen in hun dorp, of dat nou jong of oud is. Dat vind ik echt prachtig.